Ja, mijn naam is Sjouw Kooitsma. Ik werk voor Museum Rotterdam. We hebben daar sinds kort de tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam staan. En dat is een tentoonstelling die we hebben gemaakt, eigenlijk naar aanleiding van het wederopbouwjaar. Gaat het goed? Ja. Dat was afgelopen jaar, hadden wij een grote tentoonstelling over de wederopbouw in Museum Rotterdam. En we kregen daar eigenlijk de kritiek op van, er zijn toch eigenlijk alleen maar mannen te zien in die wederopbouwtijd. En waar zijn die vrouwen nou eigenlijk? Dus we zijn dus even goed gedoken en ik ben ook nog weer eens kritisch naar die tentoonstelling gaan kijken. En inderdaad, hij voldeed het helemaal aan de beeldvorming. Kom binnen. En dat de mannen het werk allemaal hadden gedaan in die wederopbouwtijd in Rotterdam. Mannen met opgestroopte mouwen. Die flink aan het werk zijn als bouwvakker, allemaal zware fysieke arbeid verrichten, hè, zie je in de bewegende beelden. Je ziet mannen in pak die bij maquettes allemaal hun plannen staan te presenteren met veel trots. En natuurlijk worden er lintjes doorgeknipt, dat kan dan af en toe wel een vrouw zijn. Het lijkt wel als, hè, van waar zijn die vrouwen dan in die periode gebleven? Ik heb een opzet gemaakt toen voor een tentoonstelling en daarvoor bedacht van, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd in die tijd? Hoe komt het dat we die vrouwen zo weinig zien en dat die beeldvorming van die vrouwen, als je daarnaar kijkt in de media, kom binnen hoor. dan zie je vooral heel veel dames die winkelen in de gloednieuwe lijnbaan in 1954. Achter een kinderwagen lopen. Heel trots zijn op de nieuwe stof of op de nieuwe wasmachine, daar heel blij mee zijn. Weet je al, echt in die reclames ook allemaal, hè, dat huisvrouwschap heel erg benadrukt werd. Ja, ik ben gaan praten met de vrouwen, want ik had een opzet voor een tentoonstelling waarvan ik dacht van, nou, ik wil gewoon de verhalen van die Rotterdamse vrouwen eens gaan ophalen. Wat deden ze in die tijd en hoe kan ik daar een verhaal van maken? En zij hebben altijd, zij zeiden me allemaal, het was een tijd van hard werken. We hebben zo hard gewerkt, maar onbetaald. En dat is toch echt wel iets wat ik eens een keer duidelijk naar voren wil brengen. Vaak onbetaald en als we betaald werden, werden we onderbetaald. Vaak maar 60% van wat mannen verdienen. Hoe komt dat? Nou, we proberen dat in die tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam uiteen te zetten. De tentoonstelling staat nog tot 1 oktober. En ik zal eens even. We openen die tentoonstelling met het beeld van Rotterdam zoals het was voor de oorlog. Een beeld van de stad 1933 met daarnaast een beeld van de stad in 1946. En het is net alsof je op ground zero bent. Je ziet links achter het meisje, voor jullie rechts achter het meisje, het Rotterdam in 1933 en aan deze kant het Rotterdam in 1946. Een groot deel van die stad is plat. Het is allemaal alweer opgeruimd. Al het puin is weg. Maar het is een lege stad en daar moet nog aan gebouwd worden. En dat is een enorme klus die moet gaan gebeuren. En hoe past dat, hoe kun je dat verhaal gaan vertellen met de verhalen van een hele hoop Rotterdamse vrouwen. Zonder dat je daar nou meteen een boek van hoeft te maken. Want ja, als je de verhalen ophaalt, dan kun je daar natuurlijk een boek over schrijven met heel veel foto's. Maar ja, Museum Rotterdam heeft gelukkig een grote kleding- en kostuumcollectie. Waarin vooral de kleding bewaard wordt van gewone Rotterdammers. En dat is dan niet de kleding zoals ze die op zondag altijd droegen, ook wel natuurlijk, en zoals Rotterdammers dat omschrijven als pakkie deftig. Maar ook gewoon dat wat je op straat dagelijks voorbij ziet trekken. En daarom dachten wij van, nou, we gaan de vrouwen, de persoonlijke verhalen van die vrouwen, gaan we neerzetten in de kleding van hun tijd. En als het ook maar even lukt, in hun eigen kleding uit die periode. We hebben het over de periode 1945-1980. Het is een periode waar ongelooflijk veel verandert voor vrouwen. En waarin, als je dat verhaal vertelt, ook duidelijk wordt waarom die vrouwen zo onzichtbaar waren in die tijd. 1945, ik schetste het al even.
De oorlog is net afgelopen, Nederland moet weer worden opgebouwd. En vanuit overheidswegen wordt bedacht dat, of is een heel sterk de overtuiging dat het gezin weer de hoeksteen van de samenleving moet worden. Vrouwen die in de oorlog, zeg maar, alleen het huishouden draaiend hebben moeten houden, voor hun kinderen hebben gezorgd, mannen vaak in Duitsland aan het werk of ondergedoken. Zij moeten terug naar de huishoudelijke taken en de mannen worden weer kostwinner. En daar worden dus ook wetten op ingesteld. Dat betekent dat als vrouwen op dat moment in het huwelijk treden, wat heel veel vrouwen doen in 45, 46, een run op het stadhuis. Want heel veel uitgestelde huwelijken. Maar dat is ook het moment waarop je ontslagen wordt uit je baan. Getrouwde vrouwen werken niet. Zeker als dat ambtenaressen zijn, die worden geacht niet te werken als ze gehuwd zijn. Het tweede feit is dat vrouwen op het moment dat ze in het huwelijk treden, handelingsonbekwaam worden. En dat klinkt altijd heel erg heftig, maar, en dat was het eigenlijk ook. Dat betekent dat je juridisch eigenlijk niets meer te zeggen had over het geld binnen het huwelijk. De man was de kostwinner en was ook, nou ja, zeg maar de hoofdeigenaar van alles. Dus dat betekende bijvoorbeeld dat op het moment dat je een nieuwe stofzuiger wilde kopen, dat je daarvoor een handtekening van je man nodig had. Want de handelaar die je die stofzuiger zou gaan verkopen, zal daar zeker om gevraagd hebben. Dat is een heel extreem voorbeeld, want in werkelijkheid zal het zo geweest zijn dat vrouwen vaak toch het huishoud, de huishoudportemonnee beheerden en daar ook heel goed in waren. Maar als het er juridisch op aankwam, betekende het eigenlijk dat je niets had als vrouw binnen het huwelijk. Ja? Nee, mag. Dat is tot 1956 zo wettelijk geregeld. Oké. En 2 jaar later de vrouw, dat doe voor je. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Tot 56. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar dat die handelingsonbekwaamheid is toen echt afgeschaft. Maar dat je ontslagen werd op het moment dat je trouwde, dat is nog heel lang zo doorgegaan. Terwijl het eigenlijk niet juridisch zo geregeld was, ook wettelijk niet. Maar het zat gewoon tussen de oren inmiddels in Nederland. En wat ik wel bijzonder vind is dat ik een groep vrouwen bijvoorbeeld met een Surinaamse achtergrond rondleidt over deze tentoonstelling, dan zeggen zij van, nou, maar mijn moeder heeft altijd gewerkt hoor. En het was eigenlijk wel een luxe als je niet hoefde te werken. Dus zij kijken er ineens heel anders tegenaan. Het is wel een heel Rotterdams, Nederlands verhaal, wat ik hier natuurlijk vertel. Een perspectief, omdat er heel veel, nou ja, van die Rotterdamse vrouwen ook gewoon een Nederlandse achtergrond hadden en hier opgegroeid waren. We gaan natuurlijk in dit verhaal ook over kleding hebben. En daar hebben we ook heel wat van in de tentoonstelling. Ik heb aan het begin van deze tentoonstelling dit meisje neergezet. Het is Ellie Schot. En zij is gekleed in een bevrijdingsfeestjurkje. En we hebben haar hier nog een keer op het tekstscherm. Zij staat zeg maar op de rand of op de stoep in Vreewijk en het is bevrijding, het is 1945 en de bevrijdingsoptochten trekken aan haar voorbij. Naast haar staat haar zusje en een broertje. En ze zijn gekleed in feestkleding die door moeder is gemaakt. Een bevrijdingsfeestjurkje gemaakt van een oud beddenlaken, wat er nog is, en een stukje van een oude nachtjapon. En is geprobeerd om dat oranje te verven. Is niet helemaal goed gelukt, een beetje oud roze. En ze is beplakt met allemaal distributiebonnen. De bonnen die je nodig had in oorlogstijd, in de tijd van de oorlog, om voedsel, kleding en allerlei andere zaken te kopen, als ze al te koop waren. Dat was een distributiesysteem wat heel uitgebreid was, heel ingewikkeld. En mensen hadden het echt helemaal gehad in 1945 van, nu zou het dan eindelijk weer van alles komen. Er zou weer voedsel voldoende komen, genoeg kleding, schoenen. Schoenen was heel lastig. Dus we plakken dat allemaal op dat bonnenjurkje, want zo noemen we dat jurkje tegenwoordig. Gewoon als uiting, nooit meer schaarste. Nu wordt alles beter. Nu gaan we aan het slag en gaan we het weer helemaal opbouwen. Nou, niets was minder waar.
Want schaarste heeft zeker nog tot 1949 geduurd. De textiel bleef tot 1949 en koffie. Zij gingen als laatste van de bon. Dus al die tijd hebben mensen nog bonnen moeten knippen, ja, distribueren en in de rij moeten staan vaak voor dingen. Er was bijna niks. Dus vooroorlogse kwaliteit, dat was echt een begrip. Van als je nog dingen had van voor de oorlog, kleding, dan was dat echt een enorm bezit. Ellie draagt dat jurkje. En dat is echt een jurkje van de tijd. Het heeft een paar kapmouwtjes, hè, de pofmouwtjes. Dus een beetje bredere schouders maakt dat. Wat er eigenlijk een beetje aan ontbreekt is een pasje, wat vaak hier in het midden in die jurkjes zit. En het jurkje is lang. En dat klopt ook helemaal niet met de tijd. Want eigenlijk werden alle jurkjes steeds korter en smaller, want er was natuurlijk bijna niks. En dat had wel invloed op die mode. Wat wel bijzonder is trouwens van dit stuk is, ik heb het in de collectie gekregen in 1995. Dus dat was al meer dan 20 jaar geleden. Omdat we destijds een tentoonstelling maakten over schaarste in de oorlogstijd. Kleding op de bon heette die tentoonstelling. Toen hebben nog heel veel vrouwen die die oorlog zelf hadden meegemaakt, hebben hun spullen toen aan ons gegeven. En onder andere Ellie Schot bracht mij toen haar bevrijdingsfeestjurkje. En dat heeft ze aan de collectie gegeven en waren er ongelooflijk blij mee. En nu bij het maken van deze tentoonstelling dacht ik van wat geweldig zou het zijn als dat jurkje aan het begin van die tentoonstelling kan zetten. Ze was destijds 12, dus echt stond aan het begin van haar leven. En om dat op te bouwen, zoals ook die stad moest worden opgebouwd. Het is heel Rotterdams, maar eigenlijk weet ik helemaal niet hoe haar leven verlopen is. Dus toen, 20 jaar na dato, ben ik haar weer gaan zoeken. En ik vond haar en ze heeft me haar verhaal verteld. En dan is dat wel een heel illustratief verhaal. Het mooie is dat bijna alle verhalen van al die vrouwen uit de periode passen in wat je wil vertellen. Ellie is met haar 12e vanaf de lagere school naar de MULO gegaan. Daarna is ze een kleuteropleiding gaan volgen als kleuterleidster, voor kleuterleidster. Ze heeft 3 jaar als kleuterleidster gewerkt en is vervolgens getrouwd met het hoofd van de school. Daar had ze wel een goede vangst aan. En ze werd vervolgens ook ontslagen. Dus dat betekende, ze had 2 jaar opleiding, ze had 3 jaar gewerkt en dat was het. Vanaf dat moment moest ze thuis blijven en wachten tot het eerste kind zou komen. En voor het huishouden zorgen. Ze is wel weer gaan werken nadat het derde kind geboren werd. Daarmee was ze een van de eerste weer. In het onderwijs begonnen vrouwen al heel snel weer te werken, terwijl ze gehuwd waren na 56. Omdat er gewoon enorme vraag, een tekort was aan onderwijzend personeel. Zoals er ook een tekort was aan verplegend personeel. Met die groeiende bevolking, steeds meer kinderen, die babyboom is bezig. Dan heb je die gewoon nodig als eerste. Rotterdam 46, weer zo'n beeld van die stad die nog opgebouwd moet worden. Sorry, het is 1947 en je ziet hier het bruidspaar Tellegen. Zij zijn zo'n voorbeeld van zo'n run op het stadhuis in die eerste jaren na de oorlog. En dan meestal 9 maanden daarna moest het eerste kind weer in dat stadhuis worden aangegeven. Dit is de enige foto die er van hun huwelijk is. Het is een tijd van grote schaarste, dus er mag bijna niks. En het bruidspaar Tellegen heeft met grote moeite een feestelijke outfit kunnen bemachtigen of kunnen creëren. En ook die is destijds in 1995 bij ons in het museum terechtgekomen. En is ook een heel mooi verhaal over hoe je in tijden van schaarste moet omgaan met dat wat je kunt en dat wat je nog hebt. We zien hier het bruidsjurkje wat ze droeg op de foto. Het is gemaakt van een oude jurk van haar grootmoeder, die van voor de oorlog is, van vooroorlogse kwaliteit. Je ziet die kapmouwtjes weer, die heel typerend zijn voor die periode, eind jaren 30 tot en met begin jaren 50 eigenlijk, zul je die in Nederland zien. Het is een periode waarin de mode bijna stilstaat, omdat het natuurlijk een periode van crisis is.
En dat zie je heel mooi in dat sommige jurkjes, die zijn ook heel lastig soms te dateren. Alleen aan het materiaal kun je zien, oh, het is van eind 40 of het is van eind 30. Er zit vaak niet zoveel tussen. Ze zijn vaak heel smal gesneden, dus je krijgt ze bijna met geen mogelijkheid op een figuur, op een etalagepop, op een mannequin. Omdat vrouwen die gingen er zo in. En dat doet die mannequin nou eenmaal niet. Dus het is altijd weer afvragen, kijken of het lukt om hem aangekleed te krijgen. Maar goed, dit jurkje. Het is geborduurd met losse draadjes. Het groene frontje is een stuk uit het biljartlaken van haar grootvader. Dat is vervolgens weer geborduurd. Het kraagje is weer van die oude jurk van de oma en is geborduurd met groene garen wat uit een oude trui gehaald is. Het hoedje is van een oude hoed van haar grootvader met daarover het kant weer van een jurk van haar grootmoeder. Dus het is helemaal weer opnieuw in elkaar, ja, zeg maar hergebruik van alles wat er nog is. Nou, daar moet je dus nog wat dingen voor hebben. Je moet een creatief inzicht hebben en je moet ook goed kunnen naaien. En dat is ongelooflijk belangrijk geweest voor die vrouwen die in die naoorlogse jaren een gezin in de kleren moest krijgen, houden. Daarvoor had je allerlei technieken nodig. Je moest weten hoe je een heel kostuum het binnenste buiten opnieuw in elkaar kon zetten. Hoe dat je kinderkleding uit volwassenenkleding kon maken. Truien uithalen, weer opnieuw breien, nieuwe mouwen eraan. Nou, verzin het maar. Ze konden het. En gelukkig konden ze het. Maar het was wel heel hard werken om dat voor elkaar te krijgen. In een periode van schaarste, niet alleen op textielgebied, op gebied van voedsel, maar ook op het gebied van wonen. In Rotterdam is er enorme woningnood geweest. En die heeft zeker nog tot in de begin jaren 60 geduurd. En dat komt omdat in die periode, die eerste 5 jaar na de oorlog, alle aandacht naar de haven is gegaan. Die haven moest opgebouwd worden. Daar ging alle energie naartoe, want daar moest ook dadelijk het geld verdiend worden om nieuwe huizen te kunnen bouwen. Dus in de jaren 50 is men begonnen met bouwen van woningen op grote schaal in de stad. Maar die eerste 5 jaar zijn ongelooflijk lastig geweest. Mensen werden als het ware gehuisvest bij anderen in huis. Dus je hebt ook echt heel veel verhalen van vrouwen uit die periode. Ze hebben gewoon in moeten wonen bij anderen, met hele gezinnen. Met soms maar één keuken, met één wc die je allemaal moest delen. Er is het verhaal van Tini Verwij die op een zolderkamer woonde van 4x5. Met 3 kinderen. Een man die in de haven werkte. Er was best wel geld, maar er was helemaal geen mogelijkheid om een huis te vinden. Zomer en winter, vaak zonder elektriciteit of verwarming. Want de benedenburen hadden de elektriciteit afgesloten, want er was ruzie onderling. En het vierde kind was inmiddels op komst, 1951. Dus je denkt van, nou, dat is allemaal al helemaal aan het opbouwen. Maar mensen zaten echt nog bovenop elkaar aan het wachten totdat er huizen zouden komen. Moeder en dochter Sellemans, vertellen, daar hebben we het verhaal ook van in de tentoonstelling. Ze zijn gekleed in hun beroepskleding, zeg maar bijna. Moeder Sellemans, op de achtergrond, die ging uit poetsen. En dat deed ze al vanaf het begin dat ze getrouwd was. Dat was voor de oorlog. Ze werkte als poetsvrouw en als wasvrouw. En dat deed ze omdat ze wilde dat haar kinderen het verder zouden schoppen als zij zelf. Haar man, Gijs, die was havenarbeider. En ze zegt ook van, hij liep onder de balen. Dat betekent dat je sjouwer was, zakkendrager eigenlijk in Rotterdam. En dat betekent echt het zware lichamelijk werk wat niet voldoende oplevert om je kinderen goed in de kleding te houden. En zeker in die naoorlogse jaren is dat ook heel erg lastig. Moeder Sellemans werkt na de oorlog nog in de avonduren als poetsvrouw. Nou, daar heeft ze ook een outfit voor, zoals alle. Je zou hem echt dagelijks op straat hebben kunnen tegenkomen. Onderin zie je moeder en dochter. Dochter Sellemans is een meisje wat eigenlijk niet naar school wil. In de naoorlogse jaren
Moet ze naar de huishoudschool? Maakt ze niet af. Ze wil gewoon niet naar school. Heel veel meisjes gingen natuurlijk naar die huishoudschool. Want dat was een plek waar je nou ja, nog wat allerlei dingen kon en leerde die je echt absoluut nodig had in het leven. Maar Tini, of Tilly wilde niet en die wilde gewoon zo snel mogelijk werken, geld verdienen. Het maakte eigenlijk niet zoveel uit of het nou hond op oppas was of in een winkel staan of dat soort zaken allemaal doen. Ze is begonnen met werken en ze is altijd maar door blijven werken. Ze is niet getrouwd. En ik heb haar ontmoet toen ze 82 was en ze woont nog steeds in het huis waar ze geboren is. Waar haar moeder is overleden en ook waar ook haar broers zijn opgegroeid. En bij de opening van de tentoonstelling wilden haar broers niet komen, omdat ze zich nog steeds een beetje schamen voor het feit dat hun moeder uit poetsen ging. En dus zij staat natuurlijk in die outfit in deze tentoonstelling. Nou, dat is heel tekenend voor die periode waarin, als je uit werken ging, dan verdiende je man duidelijk niet genoeg. Dus dat was een soort van schande. En het was ook niet de bedoeling eigenlijk dat je je kinderen alleen liet, hè, om te gaan werken. Dus daar werd sowieso snel schande van gesproken. Het voelde niet helemaal goed. En nog steeds dus niet. Terwijl hè, de mannen zijn in de 90. Dat is wel een belangrijk gevoel wat nog steeds. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel vrouwen die bijverdienen in dit soort banen. En het is bijzonder om dat ook in die periode in kaart te kunnen brengen. Wat dat dan betekende voor zo'n heel gezin. Klaasje Brandenburg, ook zo'n leven van een vrouw. Die wel gekozen heeft om te werken. En zij was lerares aan de Rotterdamse huishoudschool. De school die is opgericht in 1919. En dat is echt de beginperiode van het huishoudonderwijs. En dat was echt de bedoeling dat meisjes werden opgeleid om in arbeidersgezinnen betere voeding, de voedingsleer eigenlijk te krijgen. Zodat de arbeiders beter gevoed zouden worden door hun vrouwen. Dus dat was een heel idee natuurlijk achter. Vrouwen moesten ook leren naaien, het huishouden leren doen, dus poetsen, kinderen opvoeden en koken. En Klaasje Brandenburg was daar lerares. Was zij getrouwd, dan had zij niet als lerares doorgewerkt. Nou, dit is een van de vrouwen die in de tentoonstelling zit die ongetrouwd is gebleven en haar leven lang heeft gewerkt. En dat gebeurde, sorry. Nee. En dit was wel iets. We hebben ongelooflijk veel leraressen van de huishoudschool gesproken. Die eigenlijk geen van allen getrouwd zijn. En het is toch een soort van zo bezig zijn met je werk dat ze ook vaak niet eens daar zochten. Blijkbaar kwam het ook niet echt in hen op. Er zijn wel mooie voorbeelden van vrouwen die na hun pensioen vervolgens nog getrouwd zijn. Dat vond ik wel heel bijzonder. Want dan heb je toch al over de jaren 70. Maar blijkbaar zit het er zo tussen. Of als ze weduwe werden. Of als ze weduwe werden, ja. Ja. Of weduwe, ja. Nou, het bijzonder vonden we ook wel dat de directrice van de Rotterdamse huishoudschool, die kwam op een gegeven moment ook bij ons binnenlopen en die vertelde haar verhaal weer. En die kende die Klaasje Brandenburg, want die had voor haar gewerkt. En zo, Klaasje was inmiddels al overleden, dus we konden haar niet meer vragen naar een mooi advies voor vrouwen van nu. Maar ze zei meteen van, ze zou meteen gezegd hebben, hou je roer recht. Dus zo heeft elke vrouw haar advies aan vrouwen van nu in deze tentoonstelling. Haar uniform was al in het verleden aan het museum geschonken. En ook al haar schriften en boeken, waarin ze alles bijhield over die leerlingen van haar. Waarin echt alles netjes opgeschreven, die schriften zijn ook allemaal weer in textiel gekaft. Dus op zich alweer een prachtig tijdsbeeld. En heel veel vrouwen die nu de tentoonstelling bezoeken, hebben weer les van haar gehad. Op die Rotterdamse huishoudschool leerde je als meisje het huishouden. Maar je kon daar ook een opleiding krijgen tot lerares huishoudschool, zeg maar. Dus lerares koken of al dat soort onderdelen.
voedingsleer. Dus er zijn nogal een uitgebreid aantal mensen die daar de school gevolgd hebben en die elkaar in de tentoonstelling eigenlijk weer ontmoeten. Nou, het uniform, dat was blijkbaar voor haar altijd kraakhelder en op vrijdag nog precies zoals het op maandag had aangetrokken. Dus de Klaasje was heel erg strikt en streng en wat je van een huishoudschooljuffrouw zou verwachten. Het huishouden leren, maar moederschap was een hoog goed in deze periode, waarin natuurlijk heel veel kinderen geboren werd, want dat was ook de bedoeling. Het gemiddeld aantal kinderen was 4 in de gezinnen in de jaren 50. En voor die snel groeiende gezinnen, die konden niet allemaal op die zolderkamers blijven. Dus daar werd in Rotterdam hard gewerkt om die stad weer op te bouwen. En dat is vooral in de buitenwijken. Dus buiten het centrum van Rotterdam zijn die enorme nieuwbouwwijken ontstaan. Zoals we ze eigenlijk wel in alle steden in Nederland kennen. Maar in Rotterdam in ongekende groot aantallen. En je hebt hier rechts een blik op Pendrecht, in 1954 gebouwd. Met het idee van daar kunnen die gezinnen zich ontwikkelen. Rust, reinheid en regelmaat. En daarin kunnen die kinderen in alle veiligheid opgroeien. Winkels om de hoek. Moeders zijn altijd thuis. Dus de groenteboer en de melkboer en al dat soort aan huis leveranciers kunnen altijd terecht. En je ziet, het is waarschijnlijk maandag, want overal hangt de was buiten. Een heel geregeld leven waarin maandag wasdag was en dinsdag de zaak gestreken werd. En zo had elke dag zijn functie in dit leven. Het is een bijzonder beeld van de jaren 50. En onlangs hadden we de 50s Fashion Day in het museum. En ik zeg dan wel zo van, ja, we vinden dat heel leuk, die periode. Maar het is maar de vraag of het wel zo leuk was. Hè? Daar kun je een hoop kanttekeningen bij maken. Deze vrouwen waren gewoon thuis en waren huisvrouw. En daar waren er heel erg veel van. Maar andere vrouwen kozen ervoor om niet deze kant uit te gaan. En een van de meest gewilde beroepen was eigenlijk wel die van stewardess. En we spraken Annette Hoen, die in 42 afstudeert aan de HBS in Rotterdam. Ze wil dan eigenlijk al stewardess worden, maar dat is heel lastig in de oorlog. Dus ze gaat dan vervolgens naar de Rotterdamse huishoudschool en wordt opgeleid tot lerares voedingsleer. Aan het eind van de oorlog is ze nog steeds zo doelgericht afgestudeerd. Heeft dus 2 diploma's op zak, best hoog opgeleid. En ze gaat een jaar naar Zwitserland, ze gaat een jaar naar Engeland om haar talen goed te ontwikkelen. En in 1950 wordt ze aangenomen in de opleiding tot stewardess. Echt, dat is echt haar hoogste doel in haar leven. Zwaar beroep. Je mocht absoluut niet gehuwd zijn als je dat als meisje ging doen. Je kreeg een prachtig uniform. Al die vrouwen zijn daar ongelooflijk trots op. Dus in dat album wat ze ook aan ons gegeven heeft, het is wel allemaal pronken in uniform. De dames zijn voor het eerst in het uniform gehuld. En we hebben heel veel moeite gedaan om dat uniform ook nog te vinden. En we hebben er eentje gevonden bij een verzamelaar hier in Amsterdam. En die wil hem absoluut niet kwijt. Maar uiteindelijk hebben we toch, en ook niet uitlenen. Dus uiteindelijk heeft toch de KLM diep uit de archieven nog 1 zo'n uniform kunnen vinden. En dat komt omdat ze eigenlijk altijd vernietigd werden vanwege veiligheidsvoorschriften. Dus het is heel uniek om zo'n uniform te hebben. En ja, eigenlijk ben ik nog het meest trots op de schoenen die daaronder zitten. Want wat verzamelen wij in musea natuurlijk vaak, is gewoon de leuke fashionable shoes. Hè? Dus dat wat allemaal mooi staat voor de tijd. Maar dit waren nou gewoon die alledaagse schoenen die ook die stewardessen droegen. En die je vaak echt niet nergens meer kunt vinden. Want iedereen heeft dat natuurlijk uiteindelijk toch weggegooid.
Nou, blij dat wij dat destijds toch een goede keuze voor gemaakt hebben. Het uniform wat je hier ziet is gedragen tussen 1948 en 1957. En ja, best een lange rok ook met een split aan de voorkant. Een mooi jasje. Er hoort ook nog een lange jas overheen. En er hoort ook een koffertje bij. Deze vrouwen werden als het ware door een hoofdstewardess bewaakt. Dus op het moment dat je zou gaan trouwen, dan was het ook meteen afgelopen met je baan bij de KLM. Sowieso kon je bij de KLM niet langer als stewardess niet langer als 5 jaar werken. Dan liep je contract af. Dat betekent dat er eigenlijk ook geen carrière voor je was. Wat natuurlijk ook heel bijzonder was. Pas vanaf 1977 kunnen vrouwen onbeperkt met een onbeperkt contract bij de KLM werken. Wat natuurlijk ontzettend laat is. En in 1970 mag je als gehuwde vrouw bij de KLM werken. Dus KLM was een mooie bron om te zien van hoe verandert het eigenlijk voor vrouwen de werksituatie door de jaren heen. We hadden daar veel aan de archivaris die zich daarmee bezighoudt. Daar. Mode. En ik heb het toch maar even naast elkaar gezet. 1947. Dior, Christian Dior, nieuw look. Hoe ongelooflijk is dat geweest voor vrouwen in die tijd? Want we hebben het dan over de tijd waarin mevrouw Tellegen trouwt in een, nou ja, in onze ogen toch wel een beetje een armzalig trouwjurkje. Wat overigens, ja, smal, zwart, kort is. Nou, ook niet echt super elegant. Dus, en tegelijkertijd wordt die andere look gelanceerd. Wat een droom moet dat geweest zijn voor die vrouwen om zoiets te kunnen dragen. Soms dan sneuvelden de laatste gordijnen nog om zo'n mooie wijde rok die tot op de kuiten viel. Dus er enorm veel stof in ging, wat er gewoon niet was. Dus er werd van alles geprobeerd om rokken wijder te maken en langer, dus met stukken ertussen. En van twee rokken één maken. Nou, je ziet, als je foto's uit die tijd bekijkt, je ziet de gekste dingen. Dat is allemaal met dit in het achterhoofd, om dit te bereiken. Nou, dat is een... natuurlijk een silhouet wat super vrouwelijk is. Een hele smalle taille. Dat bereikt wordt met een corset. En een waspie, een guipière, oftewel een wespentaille corset. Een hele wijde rok. Brede heupen, heel vrouwelijk. Afhangende schouders. Nou ja, een ongelooflijk vrouwelijk en bijna 19e eeuw silhouet. Als je er even een beeld van een 19e eeuwse... mid-19e eeuwse dame aan koppelt. En aan de ene kant is het geweldig ideaal. En zo van, als je zo'n periode van oorlog achter je hebt, van waarin niks kan, dat je dan weer zo super vrouwelijk tevoorschijn kunt komen. Maar dit is wel het beeld wat ook de hele jaren 50 dominant blijft in de mode. Of het nou high fashion is of gewoon op straat. Dit is het silhouet met een wijde rok of met een strakke rok. Maar dit is wat vrouwen het liefste willen. En wat eigenlijk tegelijkertijd ook heel erg onderstreept wat hun rol is in het leven. Zo heel vrouwelijk zijn. En ja, dat wordt hier heel erg mee onderstreept. Links hebben we een Rotterdamse onderneemster uitgebeeld. Dat is Nelly van Rijsoord. En Rotterdamse of onderneemsters... In die periode, daar hadden we toch ook wel een fikse kluif aan. We weten gewoon dat ze er waren. Alleen zijn ze heel lastig vindbaar. Vooral ook omdat het vaak op het moment dat zij getrouwd waren, het hele bedrijf onder hun man juridisch zat. Dus Nelly van Rijsoord, die had een borduuratelier wat al voor de oorlog gestart was en heel succesvol was in Rotterdam. Ze werkte voor couturiers in Parijs, in Amsterdam, in Den Haag en voor grote modezaken in Rotterdam. Tijdens de oorlog is haar man ondergedoken geweest en heeft zij haar bedrijf alleen voortgezet. Dus was echt wel een stevige dame. Na de oorlog is het eigenlijk nog groter geworden. En in 1956 is ze naar Australië geëmigreerd omdat ze door de opkomst van de confectie haar bedrijf eigenlijk in gevaar kwam. Nou, zij is een voorbeeld van een van de vrouwen waarin je
merkt dat het een probleem is. Dat het atelier heet Van Rijsoord. Maar eigenlijk staat het op naam van haar man, die Broersma heet. En hij is ook degene die alle financiën afhandelt. We kunnen het haar niet meer vragen, want ze was er niet meer. Maar een spiegel is eigenlijk ook het verhaal van Klazien Kramer. Een vroedvrouw die in Pendrecht, in het beeld, in die wijk, die nieuwbouwwijk in 1954 begon als vroedvrouw. En daar eigenlijk alle baby's van de babyboomen op de wereld heeft geholpen. Ze had een eigen praktijk. Op het moment dat ze trouwt, mag ze geen eigen bankrekening meer hebben. En moet haar man dus tekenen voor alles wat financieel gaat. En daar kan ze ook, ze zegt ook van, ja, daar kan ik nog heel erg kwaad over worden. Dus pas vanaf 56 mag ze haar eigen bedrijf, haar eigen praktijk gewoon weer op haar eigen naam hebben staan. En mag ze ook een bankrekening daarbij hebben. Maar voor die tijd kon dat niet. Dan ging ze bij nacht en omtijen op de fiets of met de brommer. Om die kinderen op de wereld te zetten. En dan mocht ik nog niet eens eigenlijk juridisch over mijn eigen geld beschikken. Dat was eigenlijk wel echt heel, dat voelde heel slecht. Ze heeft ons haar album met alle geboortekaartjes uit van de kinderen die ze in die periode op de wereld heeft gezet, geschonken. Ook een prachtig tijdsbeeld. Moet je naar komen kijken. Dit is nog even een beeld van de borduursels van Atelier van Rijsoord. En het zijn prachtige stalen waarin je weer opnieuw die vrouw, die hele vrouwelijke vrouw met die brede heupen en die smalle taille tevoorschijn ziet komen in prachtige outfits die geborduurd konden worden in dat atelier. 10 jaar later, 1966. Is er iets heel erg veranderd. En we kijken hier naar Twiggy. En Twiggy is de enige figuur in onze tentoonstelling die niet is ingetaped. En omdat dit een etalagefiguur is, daadwerkelijk uit 66 en daadwerkelijk naar Twiggy's evenbeeld gemaakt. Het bedrijf Roodstein deed dat en heeft hem voor onze tentoonstelling ons uitgeleend. En je ziet ineens een meisje met een heel andere uitstraling als die hele volwassen vrouw die we hiervoor hadden, hè, in midden jaren 50. Bijna een peutertje. Ze is ook maar zo groot als etalagefiguur. Ze is ook heel klein. Dus ze staat er ook echt een beetje als een kleutertje bij, als een jongetje. Er is heel veel gebeurd. Jongerencultuur is opgekomen. Jongeren hebben nu inmiddels, die kinderen die in de jaren 50 geboren zijn in die babyboom, hebben een veel onbezorgder leven, een veel beter leven, ook als we hun ouders hebben, beschikken over eigen geld, eigen smaak en kunnen meer gaan kiezen in hun eigen kleding. Daar hoort een levensstijl bij, daar hoort een mode bij. En dat is leuker als die mini-mode midden jaren 60, die dat hele jong zijn zo benadrukt. Wat overigens ook alleen maar kan als de panty inmiddels is uitgevonden. Want tot die tijd met charretels, ja, stel je dat voor, als dat rokje alsmaar korter werd, ja, je kon niet bewegen of die charretels waren zichtbaar. Dus die panty was wel een belangrijk onderdeel daarin. En als we over de tentoonstelling lopen, zeggen vooral jonge meisjes van, nou, dit is toch absoluut geen mini, weet je wel. Maar dit was echt revolutionair kort. Nog nooit hadden vrouwen zulke korte rokken gedragen. Er is natuurlijk nog iets anders gebeurd. 1962 is de pil uitgevonden. Voor het eerst kunnen vrouwen echt over hun eigen vruchtbaarheid beslissen. Hebben daar veel meer houvast over. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort dingen met elkaar te maken hebben. Op het moment dat vrouwen dus meer beslissingsrecht hebben. Ze dus ook meer van zichzelf durfden te laten zien. En dat kapseltje wat jong en fris is. Twiggy is erg... echt zo'n fotomodel uit die periode. Het fotomodel van de minimode. Op de achtergrond zie je nog even dat beeld van wat we als promotiebeeld van de tentoonstelling gebruikten. Gewoon aangetroffen. Wauw, dit is een leuke foto. Die gaan we gebruiken. 1960, een foto van Hans Jonker. Gemaakt in Rotterdam. Drie meiden lopen daar over straat. Zoals je ook vandaag gewoon drie meiden over straat zou kunnen zien lopen. We wisten niet wie het was. Dag na de opening meldt zich de dame met het zwarte hoedje.
dat ben ik. Zo. En ik had al bedacht zo van 1960, die meiden lopen er zo bij. Het zijn geen alledaagse meiden, het is een beetje artistiekerig. Ja, dat is een bepaalde jongere cultuur in die tijd, artistiekelingen in Rotterdam. Je had hier de dijkers en de pleiners. Nou, in Rotterdam had je de artistiekelingen en de kuiven. Dit is wat een vast artistiekelingenmeisjes. En inderdaad, ze van, ik zat op de kunstacademie, dus dat klopt ook nog. Ja. Een bijzonder, ook zij heeft haar verhaal aan de tentoonstelling vervolgens toegevoegd. Even door met mode natuurlijk. Rotterdamse ontwerper Cargelli, wereldberoemd in Rotterdam, had van 1953 tot 1976 het Casa di Moda, een eigen salon. En hij, als je zijn werk ziet, er is veel van zijn werk in onze collectie bewaard, dan zie je echt de ontwikkeling van de mode in die tijd. Hè. Dus de nieuwe look zie je er nog in, je ziet de A-lijn, je ziet de I-lijn, je ziet de mini, de hotpants, midi, maxi, je broekpakken. Alles komt uit die periode voorbij en is ook zo tekenend voor die tijd en past precies in deze periode van wederopbouw. Maar achter de schermen, maar ook vaak op de voorgrond, was zijn vrouw Catharine Gellings. Want Cargelli was een afgeleide van Carl Gellings. En zijn vrouw Catharine was zijn muze en zijn topmannequin. Nou, je kunt je voorstellen hoe dat dan ging, hè? In zo'n salon. Dat was eigenlijk ook een beetje de huiskamer en daar werden de collecties geshowt. Hier aan mijn kant, Catharine in een jurk, 1960. En daarnaast is dat opnieuw Catharine in een jurk, of in een outfit uit 1969. En dat is het verschil, hè? Van begin en eind jaren 60. Daar draagt ze ineens een hotpants, terwijl ze toch ook niet meer piepjong is. Maar dat kan ook dan nog. Maar Catharine is, als ze met Cargelli trouwt, is in 1959 is ze al gescheiden. En dat is bijzonder voor een vrouw in die periode. Want eigenlijk had je niks. Je kon eigenlijk uit zo'n huwelijk niet weg, omdat je geen recht had, bijna. Nou, 59 was wel vaak al een, wat u ook al zei, hè? Je kon in gemeenschap van goederen trouwen. Maar vrouwen kwamen daar toch niet echt goed van af. Dus zij was een jaar gescheiden en is toen getrouwd met haar vroegere buurjongen, en dat was Carl Gellings. En vervolgens heeft zij de hele financiële rijlen en zeilen van zijn modehuis op zich genomen. Heeft daarnaast nog een opleiding gedaan tot schoonheidsspecialiste, is haar eigen salon begonnen en moest 4 kinderen opvoeden, waarvoor ze een stagiaire van de huishoudschool in de arm nam. Dus het was een mooi voorbeeld van een vrouw die het al vroeg voor elkaar had en een man die dat ook wel toeliet. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een artistiek milieu waarin deze dingen voor het eerst gebeuren. Vrouwen in mannenberoepen. Een mooi voorbeeld vonden wij de vrouwelijke politieagenten. In 1953 komen de eerste vrouwen in dienst als politieagent. Daar hoort ook een uniform bij, een uniform met een rok. Maar in Rotterdam is dat, als je dit soort foto's bekijkt, is het nog schrijnender als je bedenkt dat die vrouwen, zeker tot in de jaren 70, geen politieauto's mochten besturen, geen wapen mochten dragen en ook geen nachtdiensten mochten draaien. Ze werden ingezet om kinderen verkeersles te geven, te helpen met oversteken en toezicht te houden bij de bioscopen of de kinderen of de jongeren die daar kwamen niet te jong waren die daar binnenkwamen. Dus hun hele functie was nog heel erg op het vrouw zijn gericht en ook hun uniform, want dit uniform is een super vrouwelijk en met best wel ook zelfs een vrij kort rokje. Periode waarin dit gedragen is 1960 tot 1977 en Eva van Dijk, die we hier ook op de foto zien, die staat bij die enorme C10's, de echte, want Rotterdam had dit soort geweldige politieauto's rondrijden in de stad. Maar reken maar niet dat zij erin mochten rijden. Dus dat was wel heel, daar zou ik echt heel veel moeite mee gehad hebben. Pas in de jaren 80 zie je vrouwen die in de echte mannenberoepen binnen de politie tot motoragenten en de ME.
En dan wordt hun kleding, hè, mogen ze ook broeken gaan dragen en wordt hun outfit ook aangepast. Nou, om broeken maar even daarbij te blijven. Veel vrouwen gesproken en zeggen van nou, tot hè, werkende vrouwen die in de jaren 60, tot diep in de jaren 60, werden ze nog naar huis gestuurd als ze in lange broek naar hun werk kwamen. Dat kon echt absoluut niet. Degene die een lange broek acceptabel heeft gemaakt, en dat is eigenlijk Mies Bouwman, die op tv een broekpak droeg bij de show 1 van de 8. Een aantal van ons zullen dat zich misschien nog herinneren. Het is een hele mooie manier waarop een lange broek geaccepteerd wordt. Hè? Zo'n tuniekje wat over een broek is. En het is eigenlijk nog best wel een overeenkomst met, zoals jonge moslimmeiden vaak ook met lange broeken, vaak tuniekjes daaroverheen hebben, zodat dat net even wat afschermt. Het is een mooie manier om op een geleidelijke manier die lange broek acceptabel te maken. Jonge vrouwen droegen hem al veel langer. Als je naar films van Audrey Hepburn kijkt, in de jaren 50, dan draagt ze natuurlijk van die capri broekjes en zo. Maar dat was absoluut vrije tijdskleding. Dat is absoluut niet iets wat je in een officiële rol kon dragen als vrouw. En jaren 60 is natuurlijk de periode waarin het verschil tussen vrije tijdskleding en officiële kleding heel erg naar elkaar toe gaat. In de jaren 70 wordt dat heel erg, dan is dan echt die sprake van die democratisering van de mode. En dan komt er eigenlijk een periode waarin mannen en vrouwen bijna gelijk zich gaan kleden. Dus als je een man en een vrouw naast elkaar van de achterkant zou zien, dan hadden ze allebei lang haar. Allebei een lange spijkerbroek of iets dergelijks, een corduroy broek aan. En alleen vrouwen waren iets breder dan vaak in de heupen of net iets kleiner en daar zag je het. Dus die unisex. Het lijkt wel alsof in die kleding dan alle verschillen zijn opgeheven, maar niks is minder waar. We zijn diep inmiddels in die tweede feministische golf. En de vorige afbeelding is dit ook de weergave van de meest lastige vrouw van Rotterdam. Annie van der Meer, degene die Rode Vrouwen in Rotterdam heeft opgericht. Uiteindelijk ook voorzitter werd van de Rotterdamse Vrouwenraad. Ze is in de 80 en ze is nog steeds echt heel lastig. Maar zij was ook echt zo'n vrouw die dat in haar kleding ook wel liet zien. Maar wel al bijna in haar 40 toen ze hiermee bezig was. Veel van die vrouwen die in die tweede feministische golf actief zijn geweest, hadden een achtergrond in het onderwijs. Zij hadden natuurlijk waren allemaal wat hoger opgeleid en waren dus ook in staat om dit soort de nieuwe idealen te verwoorden. En ook zeg maar dat aan te jagen en vervolgens overal cursussen te gaan geven. Hè? Dus allerlei cursussen, de VOS-cursussen, FORT-cursussen, om vrouwen bewust te maken van de situatie. Joke Smit in 1967 al het artikel gepubliceerd, Het onbehagen van de vrouw, waarin het niet alleen ging zo van de vrouw wordt zo onderdrukt, maar het zijn ook vooral de vrouwen zelf die het niet goed tussen, of die het tussen hun oren hebben zitten, dat ze eigenlijk niks waard zijn en dat hun wat zij te vertellen hebben niks is en dus ook helemaal geen ambitie meer hebben. Kom wakker worden, ga er tegenaan. En dat is natuurlijk wel heel erg in de jaren 70 aan de orde geweest. Rode Vrouwen Rotterdam was van de PvdA heel groot in Rotterdam. Dolomina was eigenlijk maar heel klein. Dus in Rotterdam, of in Amsterdam weer veel groter geweest. Maar Rode Vrouwen heeft wel echt een hele duidelijke plek in de stad gehad. En dan wilde ik eigenlijk met dit beeld afsluiten. Natuurlijk zijn er, juist ook in de jaren 70, waarin er heel veel aan het verschuiven is in de rechten tussen de vrouwenrechten en de positie tussen mannen en vrouwen, komen er heel veel vrouwen van ver naar een stad als Rotterdam. Onder andere heel veel gastarbeiders die al in de jaren 60 gekomen waren, hebben dan ook recht op gezinshereniging. Dus vrouwen komen in grote getale naar die stad. En moeten daar hun plek zien te vinden in een maatschappij die ongelooflijk in beweging is. Terwijl ze zelf vanuit een cultuur komen die ook nogal wat spanning oproept als het gaat over wat er tussen man en vrouw speelt. Ik vind het een prachtig verhaal van
de moeder van een jonge modeontwerpster in Rotterdam. Zeynep, die we op een andere plek in het museum een plek hebben gegeven. Haar moeder heet Fatma Altay en is in 1975 naar Rotterdam gekomen als 15-jarige. Om in 76 te gaan werken. Ze heeft eigenlijk alleen maar lagere school. Ze spreekt de taal niet. Ze gaat werken in een wasserij. Als ze 16 is, mag ze gaan werken. Gaat ze werken in een wasserij en leert haar man kennen. Ze trouwt. En dan stopt ze daarna ook vrij snel met werken. Maar als we kijken naar de manier waarop zij zich kleedt. En ik spreek met Zeynep. Dan zegt ze, nou moeder, dat je er zo bij liep. Dan een beetje in het Turks natuurlijk. Van lange broek en hartstikke hip. En als je de foto's van haar vader bekijkt, heeft echt gewoon een wijenpijp en hoge plateauzolen. En hij ziet er echt lang haar. Het is net een soort Frank Zappa. En als je haar moeder nu spreekt, dan is ze heel traditioneel weer Turks gekleed. Ze is begonnen met het dragen van een hoofddoek op het moment dat ze trouwde. En ze maakte zelfs die combinatie van lange broek, strakke lange broek, met een hoofddoekje. Maar op het moment dat de kinderen geboren worden, gaat zij zich weer steeds traditioneler kleden. En dit is iets wat bij zowel Marokkaanse als Turkse groepen heel erg voorkomt. En lijkt het wel alsof ze zich in eerste instantie een soort van vrijvechten vanuit hun achtergrond. Ook zij komen vanuit een klein dorpje in Turkije. Komen hier in de stad in aanraking met alle nieuwe dingen. En je ziet aan de rechterkant ook, als ze weer even terug is in Turkije in het dorp van haar herkomst, dan zie je de vrouwen op de achtergrond zitten en zij zelf in een mooie jaren 70 jurk aan. En dat verandert. Op het moment dat de kinderen er zijn, gaat ze toch weer helemaal terug in een traditionele Turkse kledingstijl. Dat is eigenlijk iets. We hebben diverse vrouwen met verschillende achtergronden gesproken. Nou, daar zou je weer een hele nieuwe tentoonstelling aan kunnen wijden. Dat zou ik ook graag doen. Dankjewel.